Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog over het darten van de Dump & Dart speciaalzaak uit Naaldwijk. Ik sta eens op een andere plek in de winkel. En waarom? Ik krijg veel de vraag van Ben, je zegt elke week Dump & Darts uit Naaldwijk. Wat bedoel je precies? Naast ons specialisme van het darten, waarbij wij een 12 meter lange muur compleet gevuld hebben met dartartikelen, hebben wij natuurlijk een heel breed assortiment met allerlei verschillende artikelen. Denk aan biljartspullen. Sportprijzen, waarbij wij hier ongeveer 400 sportprijzen op de plank hebben staan die we direct kunnen leveren. En daarnaast hebben we online op onze webshop dumpwarehouse.nl nog een stuk of 3000 verschillende soorten sportprijzen en artikelen staan. We doen aan vrije tijdskleding van verschillende grote merken. Dickies, Alpha Industries, Brixton. Ga zo door. We hebben werkkleding, beveiligingskleding, klassieke legerschoenen. De M90, de originele maat. Originele schoen die ze vroeger in het leger gebruikten. We hebben Jeu de Boule artikelen. Stukje vrije tijdsport. Ik noem het altijd de B-sporten. Tafeltennis, sjoelen, schaken. We hebben pittenbakken, we hebben troefdobbelstenen, backgammon, ouderwets blikgooi heb ik hier bovenin nog staan. Allemaal leuke artikelen. Verder in de winkel, sinds kort een nieuw apparaat. Een nieuw apparaat waarmee we kleding kunnen bedrukken. À la minuut doen we dat, is vanaf 8,95. Afgelopen 2 jaar hebben we ons steeds meer verder ontwikkeld op het gebied van backpacking en camping. Achterin de hele muur vol, met allerlei handige gadgets voor tijdens je reis. We hebben backpacks, verschillende soorten. We hebben er altijd 3, 4 van op voorraad in alle maten. We hebben beveiligingsschoenen, politie-schoenen, vrije tijdsschoenen. Maar natuurlijk, elke week gaan we het over de dartkant hebben. Ik vergeet trouwens nog één ding, laat ik je gauw even zien. Onze messenkast. We merken Buck, Homai, Adola, Leatherman. Noem het op, CRKT, Cold Steel, alles hebben we op voorraad hier zo. Je bent van harte welkom om te komen voelen, te komen zien, te komen bekijken. Naast al die leuke artikelen die we in de winkel hebben, gaan we het natuurlijk elke week nog steeds over de dartwand hebben. Deze week een nieuw pijltje van Red Dragon, net uitgekomen, net geleverd ook. Kleurrijk persoon, Peter Wright, de Mamba 2 darts. Peter Wright heeft dit WK niet heel goed gepresteerd. Toch vrij verrassend uitgeschakeld door Jamie Lewis. Met 4-1 verloren. Helaas, dat kan gebeuren. Het is natuurlijk een momentopname, zo'n dartwedstrijd. En dan hoop je altijd dat je beter bent dan je tegenstander. Met een gemiddelde van om en bij de 103. Verlies is echt geen schande. Jamie Lewis was gewoon supergoed. Met een finishpercentage van boven de 50%. En een gemiddelde score boven de 105. Ik dacht 107 uit mijn hoofd. Voor een hele partij tegen Peter Wright is gewoon ontzettend knap. Het zal voor Peter Wright natuurlijk wel eens een teleurstelling gevoeld hebben. Maar goed, hij gaat echt nog wel hele gave dingen laten doen. We gaan het over de verpakking hebben. We gaan hem van wat dichterbij bekijken. Het is erg kleurrijk natuurlijk met Peter Wright op de voorkant zoals we hem kennen. We gaan hem uit de verpakking halen om de verschillende soorten grips te voelen. En daarna ermee te gaan gooien. Kijk je mee? Zojuist hebben we de winkel natuurlijk van dichterbij bekeken. Dan is het nu tijd om de Red Dragon Snakebite darts van dichterbij te bekijken. De Peter Wright darts. Snakebite is zijn bijnaam. We hebben vandaag gekozen, je ziet het niet door het licht, maar als ik mijn hand zo doe, voor de 24 gram spijlen. Steel tip, leuk verpakt, opvallend. De kleurrijke hanenkam van Peter Wright zoals we die kennen op de voorzijde. Leuk weetje is dat de vrouw van Peter Wright is kapster en elke wedstrijden die moet gooien. Voor de wedstrijd doet zij zijn haar op die manier verven en inrichten. Als we de verpakking openschuiven, dat is een nieuwe manier. Ziet er leuk uit. Kun je zo openschuiven. Zit een magneetje aan de binnenkant, waardoor hij niet zomaar openschuift. Dan zien we daar de Red Dragon darts liggen. Kleurrijk, ook zoals Peter Wright zelf is. We zien nieuwe flights van hem erbij zitten. Die zal ik zo dadelijk op de foto's wat dichterbij laten zien. Achterop een nieuw soort shaft. Het lijkt een beetje op een unicorn shaftie. Tweedelig, bovenop aluminium, zit vast, draait niet. Je kan hem wel losdraaien hier op het schroefdraad. En voorop is gewoon kunststof. Verder op de shaft de vermelding nitro. Op de barrel is eigenlijk een driedelige barrel. Voorop en achterop een soort shark grip slash pixel grip is grof aanwezig. Van een schaal 1 tot 5 zou ik deze een 3 geven qua gripdikte. En hier in het midden een klein beetje ringed grip.
Verder zie je hier achter op de barrel Red Dragon staan hier en aan de andere kant een snakebite, een slangenkop zoals we dat van Peter White kennen. Wel weer een zilveren punt. Jullie kennen mijn mening daarover, dus dat hoef ik niet nog een keer te zeggen. De pijl is beschikbaar in twee gewichten, 22 en 24 gram. En hebben een barrellengte van 54,50 mm. De barreldikte voor 22 gram pijlen is 5,85 mm. En voor de 24 gram pijlen is dit 6,20 mm. Vandaag proberen wij de 6,20 mm, oftewel de 24 gram pijlen. Ik ga mijn eigen setup erop gooien. En dan gaan we eens kijken hoe ze naar het bord toe gaan om uiteindelijk mooiste scores te gaan gooien. Dan gaan we met de Peter Wright Mamba Darts. Het is een recht toe, recht aan barrel met drie grip momenten op de barrel. Voor, midden en achter op de barrel. Zoals ik eerder al zei, geef ik deze grip een 3 op basis van 5 qua zwaarte. Eerste gevoel is goed. Vrij stabiele pijl. Ga recht naar het bord toe, wat je zou willen natuurlijk. Ja, en dan dat WK van Peter Wright. Zonde hoor. 4-1 verliezen van Jamie Lewis met een gemiddelde van 103. Niet wat hij verwacht had waarschijnlijk van dit WK. Maar goed, volgend jaar weer. Gaat weer vlammen. De Mamba pijl is ook nog in een Euro versie beschikbaar. Is die iets voordeliger. Dan heeft hij die felle kleurtjes er niet op. Dat is deze pijl. Ik heb hem hier even apart gelegd. Ik ga hem even bijpakken. Die is helemaal zilver. Zonder de kleurtjes. De grip is ietsje zachter, meer ringed grip. En niet die shark grip zoals op de Mamba pijl wel zit. Dit voelt prettig. Ik merk dat ik hem automatisch achter op de barrel vastpak. Omdat daar ook een soort hoekige grip op zit. Wat dan weer een herkenningspunt is. En dat komt dan een soort van door die pixel grip. Leuk. Ik zeg pixel grip, maar ik bedoel natuurlijk shark grip. En een leuk nieuwtje. Jullie hebben natuurlijk net al een inkijkje gehad in mijn winkel. Waarbij ik heb laten zien wat ik onder andere aanbied. Deze pijlen en veel van de andere artikelen staan ook online op mijn webshop. Daar zijn we inmiddels ruim 2 jaar mee bezig om die zo te maken zoals die nu is. En we gaan nog 10 jaar werk inzetten voordat die naar tevredenheid is. Maar ook deze pijlen zijn vanaf vanmiddag online beschikbaar op www.dumpwarehouse.nl. Dat is onze webshop en daar komen de beoordeelde dartpijlen op te staan. En kan je ze met een leuke korting aanschaffen. Nou, dan is het nou natuurlijk weer tijd voor de wekelijkse, ik zet even de camera goed, conclusie van de Red Dragon Peter Wright's Mamba 2 Darts. Balans is goed. Center weight zit in het midden het gewicht. Dus hij gaat niet hele gekke fratsen uithalen tijdens de vlucht. De grip is zeker goed aanwezig. Niet te veel, niet te weinig. Vandaar een 3 op basis van 5. Met een medium chaffee en een Bruiser Hobson Plus Flight. Voor mij gooit het dan lekker. Een leuk pijltje. Het enige wat jullie weten wat ik anders zou doen, is een zwarte punt erin. Ja, leuke pijl. Ik ben positief verrast erover. Omdat ik verwacht had dat zeker door die gripsopbouw dat de balans iets anders zou zijn. Omdat ze achterop dus iets meer grip eruit gehaald hebben dan aan de voorzijde.
Maar al met al hebben ze die balans goed weten te houden, Red Dragon. Dus een absolute aanrader, een leuk pijltje. Zoals bekend heb ik hem natuurlijk aan de muur strakjes hangen. Hier hangt de goedkopere variant. Hier komt zo dadelijk de 2 en 24 grams te hangen van de Mamba 2. Ook zijn ze online beschikbaar. Dimwarehouse.nl. Daar staan alle darts op die ik tot nu toe gevlogd heb. En in de komende periode komen daar steeds meer dartartikelen bij. Hou onze webshop dus goed in de gaten. Bedank ik je weer voor het kijken deze week. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal of een likeje te geven. En graag tot volgende week weer. Dankjewel en een goed weekend.